het is wel een droom die voor mij uitkomt. Ik heb natuurlijk het WK meegemaakt met schaatsen. En dan, ja, als je het dan ook nog kan doen in een andere discipline, ja, dat is natuurlijk geweldig. Enzing maakt volgende maand haar WK-debuut op 31-jarige leeftijd. Nu komt ze net terug van de wereldbekerwedstrijd in Frankrijk, waar ze 14e werd en de beste Nederlandse was. Internationaal spreekt ze dit seizoen een aardig woordje mee. En dat heeft vooral te maken met haar nieuwe Italiaanse ploeg. Met name dit jaar heb ik natuurlijk een supermooi programma bij Cipollini. En goede renses om me heen, waardoor ik naar de wereldtop ben gaan groeien. Ik denk dat dat voor mij wel belangrijk is. Begin deze maand debuteerde ze al op het Europees kampioenschap in Denemarken, waar Marianne Vos de titel won. Ik kreeg de kans om het EK te rijden en ik denk dat ik daar ook gewoon heb laten zien dat ik ook heel goed kan knechten. En het is goed genoeg ook voor het WK. En het WK is ook iets meer mijn parcours. Het is een lastig parcours. Dus ik denk dat ik daar nog meer tot mijn recht kom. Hotel in, hotel uit. Ze vliegt van hot naar her en rijdt vooral veel koersen. Terwijl sommige concurrenten op hoogtestage zijn en zich specifiek voorbereiden. Ja, de ploeg heeft me ook gewoon nodig bij de koersen. En ik vind het ook mooi om altijd gewoon koersen te rijden. Ja, van mijn mening, ik word er sterker van. Alleen ja, ik moet wel eerlijk bekennen, voor volgend jaar wil ik wel iets anders gaan proberen. Ook een keertje op hoogtestage gaan. Alleen voor dit jaar is het zo gelopen. En ik moet eerlijk zeggen, het gaat hartstikke goed. Alleen ik weet wel dat ik gewoon op moet passen en dat ik ook sommige momenten even mijn rust moet pakken. Want hoe fris ben je nog? Ik raak wel wat vermoeid, dat klopt wel. Ik kom net uit Plouet weer. Dus we zullen het zien. Ik rijd nog de Ladies Tour. En dan nog het Giro Toscane. En dan volledig de focus op het WK. Maar ik denk dat het wel in orde komt. Ciao. Vandaag is ze verstandig en stapt ze niet op de fiets. Morgen begint de Holland Ladies Tour die tot en met zondag duurt. Nog even de krachten sparen dus.